In de interviewkamer ga ik elke week in gesprek met een molloot. Wat vindt de molloot van Wie is de Mol en hoe kijkt de molloot Wie is de Mol? Dit is de interviewkamer. Hey alle en welkom weer bij een nieuwe video van de interviewkamer. En deze keer ben ik hier samen met Tom. Hey. Hallo Tom. Jij kijkt Wie is de Mol? Ja, zeker. Oh, gelukkig. Anders zouden we hier niet zitten. Nou, ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Wie ben je en wat doe je een beetje in je leven? Ja, ik ben Tom, 17 jaar. Ik doe de opleiding journalistiek. En verder kijk ik natuurlijk veel Formule 1. En Wie is de Mol? Dus daarom zit ik hier. En wat je doet ook een beetje met TikToks maak je, als het goed is, over Formule 1. Ja. Wat is dat gevoel daarbij voor jou, zeg maar? Ja, vind ik gewoon leuk. De laatste tijd moet ik zeggen dat ik daar minder tijd voor heb, hoor. Maar dat komt ook door school. Maar ik vind dat leuk om te editen. En dat moet ik nu ook veel doen in mijn studie. Dus eigenlijk ben ik het editen dan op een gegeven moment ook wel zat. Als je dan 3-4 uur hebt geëdit. En dan krijg je bijvoorbeeld een beoordeling van je beoordelaar. En die zegt dan, dit is niet goed. Nou, dat doet wel pijn. Ja. Oei, daar gaan die paar uren van je leven weer heen. Ja, dat voelde wel een beetje zo. Ach ja, maar edit is leuk, toch? Ja, absoluut, absoluut. Okay, maar dan moet het wel lukken. En soms heb je dan bijvoorbeeld dat als je dan iets edit en dan merk je dat je een knip hebt gedaan. Ja, dat is klote. Ja, als het een verkeerde knip is of zo. Klopt, ja. Maar daar leer ik in. Ja. Nou, we zitten natuurlijk bij een Wie is de Mol interview. Sinds wanneer kijk je eigenlijk al Wie is de Mol? Ja, sinds het seizoen van Ron, dus ik denk 2018 uit mijn hoofd. Ja, 2018. Ja, 2018 was dat, ja. Ja, ik was volgens mij aan het kerstdiner en toen zei mijn ooms van, jij moet ook gaan kijken, want er komt een finale aan en hartstikke leuk en zo. En ik zei van, joh, prima. En zij zat toen op Ruben, volgens mij. Op Ruben, ja. Ja, en niet op Jan. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook op Ruben. Maar ik had de rest van de aflevering niet gezien. Dus ik had alleen de finale gezien. Zeg maar. Oh, zo. Ik vond het zo gaaf. Dus sindsdien heb ik gewoon elk seizoen gekeken. Ja, en wat vond je dan ook van dat seizoen? Vond je het een speciaal seizoen om mee te beginnen? Of? Ja, of ik het speciaal vond. Ik denk het wel. Je denkt het wel. Ik heb daar natuurlijk niet superveel van gezien. Ja, ik heb natuurlijk wel die situatie gezien met dat de Ron een beetje zielig werd achtergelaten in het theater. Ja, die deed wel pijn. Ja. Maar ik was wel blij dat ik dan bijvoorbeeld in dat jubileumseizoen, toen kwam Ron best wel ver. Dus ik dacht, dat is wel weer gewoon, dat is wel weer opgelost. Gelukkig, inderdaad. Ja, Jan vond ik wel een goede mol als ik keek naar zijn molactie. Die heb ik echt wel 2 of 3 keer gezien dat hij dan langs de kandidaten loopt. Dat hebben weinig mensen zien doen. Ja, wel Jeroen als mol, maar verder. Ja, klopt. Maar dat was meer achter de rug. Dus dat was... Ja, Jan was echt wel heel risicovol aan het doen, zeg maar. Ja. Over mollen gesproken. Hoeveel heb je er eigenlijk tot dusver goed? Ja. Nou, Merel had ik zeker niet goed. Rob ook niet. Nou, René hadden we zeker door. Die was echt slecht. Ja, sorry, die was echt te opvallend. Ja, klopt. Volgens mij aflevering 2 of 3 had ik al vol mijn punt op haar. En daar heb ik echt een goede score aan overgehouden. Jeroen had ik aflevering 6 volgens mij. En toen ging het weer fout bij, hoe heet hij nou? Die van goede tijd, slechte tijden. Nu heb ik hem even kwijt. Everon. Ja. Want ik dacht, want jij was met hem aan het DM'en, dus ik denk zo, ja, weet je, de mol, die gaat niet zo lopen DM'en met iedereen en zo. Ik bedoel, vaak vind ik dat de mensen die dan juist een kandidaat zijn, die dan heel blij waren, die dan mee hebben gedaan, die dan best wel ver zijn gekomen, zeg maar. Maar ja, want bijvoorbeeld Marije Klever, bijvoorbeeld, die zat ook echt bij iedereen dan te DM'en. Ik dacht al, zo'n type zal het wel niet zijn, weet je wel. Nou, dat bleek dus niet zo. En daar zat ik dus ook fout mee met Jurre, want die heeft een in jouw live gezet ik heb zin in morgen. Dus dat was echt heel mooi. Steeds vol op Daniel, maar ja. Ik zat sowieso al bijna het hele seizoen op Daniel, dus ik dacht, ja, dat ga ik niet stoppen. Nee, want in dat seizoen van Everon, ik zat heel lang op Kim Lian, volgens mij.
En toen ben ik uiteindelijk nog naar Fresia door jou volgens mij de laatste aflevering gegaan. Ik had ze allebei niet goed. Dus, ja. Nee, Evron was echt een goede. En afgelopen jaar, dat kwam ook niet goed. Ja, dus nee, twee keer. Ja. Twee keer maar, dat is niet veel. Ja, en jij dan? Hoeveel heb ik er goed? 5, misschien 4? En hoeveel seizoenen kijk je het? Ja, nu gaan we het even omdraaien. Ja, maar dat is pas voor de laatste aflevering, Tom. Dat. Niet iedereen moet mij nu... Ik moet jou interviewen, niet jij mij. Leuk voor de kijkers trouwens. Ik ken Tim dus door Siem. Want ik heb dus in Siem zijn boek, las ik dus... heb ik gewoon even gescand welke molloten het vaakst het goed hadden. En Tim zei dat hij het best wel vaak goed had. Dus toen dacht ik, ik ga die Tim even een DM sturen. Dus had, vandaar dat had. Je nu zit. Ja. Ik had het vaak goed. Ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik jou volg, gaat het echt heel erg bergafwaarts. Dus het is jouw schuld, dat is het. Ja, zeker. Maar wij zaten wel met elkaar te pushen van ja, Daniel, het is sowieso Daniel. Dus misschien dat ik wel een klein aandeel heb geleefd in Daniel. Maar vrezen, daar was jij van overtuigd, Tim? Ja, Daniel was meer ook door Arjan van Mollejagers. Ja, maar ik vond Daniel veel verdachter doen dan Jurre. En ja, natuurlijk montage en zo, maar... Als je dan achteraf kijkt, dan vind ik dat de hints en de molacties van Jurre niet geweldig waren. Nee, precies. Dus ja, wel een leuke mol, maar... Ja, prima mol. Maar dan kom ik meteen op de volgende vraag. Welke mol heeft je een beetje teleurgesteld? Ja, René en Jurre. Ja. Daar heb ik het gewoon kort over. Ja, die hebben gewoon... Ja, René had ik te snel door eigenlijk voor me doen. Ik dacht van ja, zit ik nou wel te goede, maar... Toen met die treinopdracht, zeg maar, en dat ze dan vrijstellingen konden verdienen. En dat vervolgens René, Joshua en Splinter over waren. Een van hun drie ging eruit. En René ging er niet uit. Terwijl volgens mij Joshua er wel uit ging. Terwijl ja, zoiets was mijn moeder ook zo van: hè, maar René doet helemaal niks. En ja. Hoe kan zij zo ver komen? Ja. Terwijl die twee jongens de hele tijd actief meedoen en dat daar één van uitgaat. Ja, dat vonden we echt gewoon fucking raar. Dus dat was ook heel raar, ja. Ah, joh. Maar ja, René, ja, oud. En Jurre, ja. Ik had gewoon gehoopt dat het Daniel was. Ja, ik ook. Ja. En de grap was, ik had die hint bedacht met Govi. Daniel lijkt op Govi. En vervolgens was er een soortgelijke hint over Disney naar Jurre. Ik dacht, nou jongen. Oké, nou dan komen we daar even op terug. Wat vond je het allerbeste seizoen tot dusver en waarom? Vind ik moeilijk. 2019 vond ik leuk. Was eigenlijk het eerste seizoen dus wat ik keek. En was gewoon een leuk seizoen met de mol Merel, die naar mijn mening een van de betere mollen was. Ook met bijvoorbeeld die laseropdracht, dat zij dan allemaal geld had gepakt van andere mensen. En waardoor het leek dat bijvoorbeeld een Rick Paul heel weinig geld had opgeleverd, maar hij gewoon weinig geld vond, omdat Merel gewoon al zijn geld had afgepakt. Ja. Dus ja, ik zat toen volgens mij op Rick Paul en op Jamie. Nou, dat had ik nooit moeten doen, want toen was er een dubbele eliminatie, toen was ik uit het spel. Want ik dacht als onervaren, wie is de mol, speler in de app, dacht ik van... maar er kan maar maximaal 1 per aflevering naar huis gaan, dus ik ga op 2 zitten, gewoon de hele tijd. Nou, ik zou het hebben geweten hoor, jongen. Hop en hop. Ja, dat was echt pijnlijk gewoon, maar ja. Maar dat was ook het seizoen dat Niels een joker stal, toch? Ja, van Evelien. Ja dat weet ik nog wel. Ja. Die was daar echt pissig over. Maar ja, aan de ene kant, ik geef Niels wel gelijk, gewoon doen. Ja, het maakt het spel wel leuker. Ja, over jokers gesproken, ik heb er hier ook één liggen. Oh ja, ja. Oh, zo. Ja, spiegelbeeld, hè, leuk. Leuk, heel leuk. Ja. Ah ja. Doe je iets op sociaal gebied met Wie is de Mol? Of deed je dat? En anders, hoe heb jij Wie is de Mol beleefd op sociaal gebied? Dus door YouTubers, door Instagrammers?
Ja, ik kijk gewoon echt heel veel van die YouTubers. Gewoon ook puur voor die Wie is de Mol in, zeg maar. Dat ik dus gewoon de zaterdagavond gewoon Wie is de Mol kijk. En dat ik dan vervolgens de dag erna gewoon, nou ja, Siem kijk ik. Ja, jou natuurlijk. Ja, anders krijg ik geen punten. Oeps, nee. Guido en ja, soms nog een andere moloot. Maar dat hangt er een beetje vanaf wie ik met een goede thumbnail zie. Dat werkt echt hoor. Dus voor de kleine Wie is de Mol YouTubers onder jullie. Maak een goede thumbnail, dan wie weet klik ik erop en heb je een extra view. Dat is wel echt heel triest, maar... Ja, een beetje wel, maar goed. Nee, maar ik moet zeggen, ik heb wel vaker al met mijn vrienden dat ik dan een Wie is de Mol spel heb gemaakt. Gewoon online, want dat hebben ook vrienden van jou wel eens gedaan. Maar nee, ik vind dat wel heel gaaf. En ja, dan wil ik wel presentatie zijn, want anders lig ik er sowieso als eerste uit het spel. Dat weet ik gewoon. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk presentator zijn. Ja, had ook een keer met een vriendengroep een ander spel. Ja, was een beetje meer de Elimination heet het. En dan werd je er allemaal, moest je één iemand eruit stemmen. Nou, ik had een beetje te tricky gedaan de eerste ronde. En vervolgens lag ik wel als eerste uit. Dus, ik dacht ik ga een vuurtje stoken om iemand eruit te stemmen. Want ik voelde als, ben ik de Sjaak. Maar omdat ik dat vuurtje stookte, kreeg ik zeg maar de halve groep tegen me aan. Dus ja, jammer. Lekker, leuk. Ja. Leuk. Nou, wat vind je het allermooist aan het programma? Het kan echt van alles zijn. Nou, ik vind dat de jokers en gewoon de vrije stellingen, dus gewoon alle troeven een leuke toevoeging hebben. Dus dat niet elk spel om geld draait. Maar dat je met die jokers en vrije stellingen ook heel wat kan. En dat dat ook heel veel mensen kan saven. Of dat het ervoor zorgt dat opeens iemand die eigenlijk misschien de test heel goed heeft gemaakt, gewoon er alsnog uitvliegt, zeg maar. Laatst bijvoorbeeld met... volgens mij had Soy de test enorm slecht gemaakt afgelopen seizoen. En hij was er alsnog doorheen, weet je wel. Terwijl je dan denkt van, oh joh, die hebben het allemaal heel goed gemaakt. Die weet echt precies op wie ze moeten zitten. Maar dat valt dan allemaal wel mee. Dus dan heeft of iemand het echt enorm slecht gemaakt. Of iemand heeft vrijstelling ingezet. Of weet ik het allemaal. Maar, of soms gaat het zelfs op tijd. Dat was ook in het seizoen van René. Dat Charlotte en Rocky... hetzelfde aantal vragen goed hadden. Volgens mij allebei twee fouten waren of zo. En dat ze ging het om dat, tijd. Ja, precies. Ja, dus dat vond ik ook wel uniek. En verder, wat vind ik leuk, de opdrachten. Ja. En de droombeelden misschien ook wel. Ja. Dat maakt het land toch ook wel weer mooier om te zien. Dan wil je er op vakantie of zo misschien. Nou, dat heb ik niet gehad of zo. Nee? Nee. Dat kan ook. Of ze moeten naar Griekenland, dat vind ik wel vet. Als jij een troef zou mogen ontwerpen voor Wie is de Mol, wat zou je dan toevoegen aan het spel? Of juist omwisselen of zo? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Is ook een hele moeilijke vraag. Je moet iets hebben of zo, dat je gewoon een min-joker hebt of zo. Dat je gewoon iemand gewoon keihard kan naaien. Gewoon, dat jij zegt gewoon, ja, jij krijgt een fout extra of zo op de test. Ik denk dat dat best wel slim is, omdat je dan... voor jouw sterke spelers gewoon uit het spel kan halen. Dat denk ik. Ja. Daar ga ik toevallig ook toevoegen aan Wie is de Chameleon. Oh, kijk. Ik doe graag mee. Heb je al kandidaten? Een paar. Oh, oké. Het wordt ook echt een heel groot project, maar goed. Wat hoop je dat er nog gebeurt in de toekomst van het programma? Een driedubbele eliminatie. Een driedubbele eliminatie. Ja, dat lijkt me echt vet. Dat ze gewoon in aflevering 1 zeggen van... Nou, we hebben er al twee naar huis gestuurd. Nu nog een derde gewoon. Dat lijkt me vet. Want verwacht niemand, weet je. Je moet elke keer weer zien te verrassen of zo. En hebben ze nog nooit gedaan uit mijn hoofd. Nee, klopt. Een driedubbele eliminatie is nog nooit. Ja. Ik vind sowieso die langere opdrachten wel leuker. Dus opdrachten, dus niet allemaal elke keer hetzelfde formaat met drie opdrachten, maar gewoon één grote opdracht die misschien anderhalve aflevering loopt of zo. Dat vind ik leuk. Oh, zo. Ik vind dan wel dat ik steeds meer merk dat ze bijvoorbeeld twee kleine opdrachten in plaats van drie doen. Dat merk ik dan wel, dat vind ik dan wel jammer. Dan denk ik van, doe dan of drie kleine, maar twee vind ik wat krap. En vooral als ik dan bijvoorbeeld één...
troevenspel is en één geldspel, dan kan de mol, ja, die hoeft niet zoveel te doen, zeg maar. Nee, nee. Je moet zeg maar echt veel spellen doen waar de mol echt moet mollen. Want anders kan je als kijker niet echt baseren op, ja, follow the money of ja, wat dan ook, of wie de mol, zeg maar. Ik merk soms namelijk dat het de mol iets te makkelijk gemaakt wordt. Klopt, en dan wordt het voor ons weer heel moeilijk. En dat vind ik wel jammer. Want ja, weet je, je wil het niet natuurlijk meteen weten. Maar op een gegeven moment moet je ook wel wat hints krijgen. En ja, een Donald Duck hint. Ja. Sorry, dat is toch wel een beetje vaag. Ja. Maar heb je dan ook wel eens de Mol België gekeken? Nee. Ja, één keer een aflevering of zo. Met dat ze elkaar moesten afschieten om in het spel te komen. Maar ik heb gehoord dat het echt veel leuker is, maar ja, ik heb de tijd en ja, ik heb de moeite er ook niet echt ingestoken om dat te doen. Nee. Ik blijf bij Wie is de Mol Nederland. Ja, maar als we Wie is de Mol Nederland nou net hadden aangepast met de Belgische opdrachten, dan was het perfect geweest. Dat denk ik ook, ja. Ja, maar ik heb ook gehoord dat die presentator gewoon echt een beetje doet alsof vriend is van de kandidaten, terwijl Rick een beetje meer afstand doet. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Dus er zitten echt veel verschillen in, dat weet ik. Maar ik kijk het niet. Nee, je zit ook, die presentator zit ook in hetzelfde huis met de kandidaten en zo. Dus die slapen ook echt samen en zo. Dus dat is ook al veel beter. Oh. Dat is echt bizar. Ja, dat is echt heel... Gezellig. Welke BN'ers zou je nog willen zien in Wie is de Mol? Max Verstappen. Ja, Max Verstappen ook, maar die gaat 100% zeker niet meedoen. Dat weet ik nu al. Nee. Die is sommige dingen nu al zat. Dus die houdt sowieso niet zo van de media, zei hij. Dus nee, ik zie hem 100% niet komen. Dus daar stop ik mee met dat droom. Leo Alkemalen. Pas Hoeflaak. die gaat het fluiten. Klopt. Ik heb er nog wel meer. Ja, Chantal Jansen moet meedoen. 100%. Chantal Jansen. Ja, dat is iconisch. En Ruben Nicolai. Ja. Of Gerard Jolin of zo. Dat vind ik ook gewoon grappig. Ja. Ze gaan Martien het mag niet meedoen voor mij. Dat wordt te veel voor mij. Hoezo niet? Ja, dan hoor je alleen maar geschreeuw gewoon bij de aflevering. Vooral met de laseropdracht. Ik hoop dat hij dan al is afgevallen. Oh nee. Ja, dan kan je beter gewoon je tv op een volume van 5 zetten. Ja. Is ook zo. Hoe kijk jij naar Wie is de Mol? Dus daar bedoel ik mee van hoe? Ja, gewoon kijken. Ja, ik heb er geen mol bij als je dat dacht. Nee. Maar nee, kijk je met de familie? Ik kijk ook wat me opvalt. Maar het is niet dat ik zeg dat ik de hele tijd aan het schrijven ben wat ik zie. Nee, ik ben ook gewoon even aan het genieten van die aflevering. En vaak zie ik hem ook de volgende dag nog wel een paar keer met stukjes terug, zeg maar. Ja. Soms is het ook dat bijvoorbeeld een van mijn gezinsleden het niet heeft gezien. En dan kijk ik gewoon samen nog een keer de aflevering. Nog een keer mee. Zo ben ik ook, ja. Ja, dat is leuk. Want je kijkt het wel altijd met je gezin. Ja. En ik wil het eigenlijk bijna nooit missen. Dus ik word ook altijd narrig als er iets gewoon gebeurt waardoor ik het niet kan kijken. Heb ik ook met Formule 1 trouwens, maar Ja. Ik ben flexibel, maar op dat soort tijdstippen dan... Moeten jullie even wachten. Ja, maar je zoekt dus niet van, goh, bijvoorbeeld, dit is een hint of zo. Dat doe je dus echt totaal niet. Nou, nee, ik zit eigenlijk meer daar gewoon te kijken van, wat valt me op qua gevoel. Want ik merk dat iedereen de laatste tijd veel te veel zit te kijken van, ja, dit is een hint en dit is het en dit is opvallend. Kijk wat hij aan heeft. En dan denk ik, ja, maar je moet ook kijken naar hoe mensen tegen elkaar gaan doen, weet je wel. Dus ik kijk gewoon eerst even gewoon naar de aflevering, kijk, wat valt me op? Gedraagt iemand zich raar? En natuurlijk, het is ook zo gemonteerd dat het soms opvalt dat iemand dan heel raar doet, terwijl iemand dan achteraf wel zou zeggen, zo van, nou, dat is echt wel geknipt, want zo heb ik het echt nooit gebracht. Maar soms kan je daar echt wel wat uithalen, dus ja,
Nee, hints zoek ik achteraf bij jullie YouTubers. Dat, ja. Ik kom alleen met de Disney memes, oké? Okay? Met de memes, ja. Zou jij Wie is de Mol aanraden aan mensen en waarom zouden ze het moeten kijken? Ja, ik raad het aan iedereen aan. Want het is gewoon een programma wat je meesleept. En het is ook extra leuk omdat je natuurlijk die app hebt. Dus je wil ook gewoon winnen. Ja, als ze dat niet hadden gedaan, was het echt minder leuk geweest. Dus, en verder, ja. Er zit gewoon een hele onderliggende laag. Dus dat je dan net het idee hebt dat je een opdracht snapt. Als kijker, maar ook als degene die het spel speelt. Maar vervolgens gaat het helemaal gebeurt de andere kant op. Ja. Ja, of kan je opeens joker vinden of zo. Ja, ik vind dat wel leuk. Dus ja, en dat is sowieso altijd met de achterliggende laag. Dat je bijvoorbeeld bij de executie aankomt en dat je opeens een stoel naast Rick ziet. En dat er iemand gaat zitten en dat Rick zegt, ja, jij gaat door. Ja. Dus ja, dat soort dingetjes. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Dat zijn de leuke dat hadden ze afgelopen seizoen ook echt heel goed gedaan, vond ik. Veel beter. Ja, wacht, dat kan ik me niet allemaal meer herinneren. Maar... Nee, ik ook niet. Maar ze hadden wel wat betere opdrachten dan die seizoenen daarvoor. Ja. Nou, ik moet zeggen dat... Langer. In het seizoen van René hadden ze ook toch dat ze in een of andere... Met ballerina's die gingen schieten of zo. Oh ja. Dat vond ik ook een vette opdracht. Maar sommige opdrachten denk ik, ja, leuk om dat je ze hebt bedacht. Maar dat kan ik ook gewoon bedenken als Wie is de Mol spelmaker, zeg maar. Ja. Wat is je favoriete opdracht? Ja, ook een lezeropdracht. Ik vind de lezeropdracht gewoon het leukst. Ja. Ja, is er nog een leukere opdracht? Nee, weet ik niet. Sowieso de... Ja, bijvoorbeeld... als ze moeten gaan bieden of zo op jokers of... Ja, dat vind ik leuk. Ja. Dat seizoen met Thomas vond ik toen heel erg leuk. Ja, ik heb het niet gezien. Maar heb jij niet gezien? Ik heb gehoord dat hij de hele pot heeft geboden. Ja, voor jokertjes. heb je nog eigen toevoegingen? Of wat zou je de kijkers mee willen geven van deze video? Volg allemaal Tim. Dat moet je zeker doen. Hij wil heel graag... hoeveel subs heb je nu? 1640 of zo. Ja, nou, het doel is natuurlijk om gewoon voor het eind van dit Wie is de Mol minimaal 5000 te zitten. Dus zit jij hier nou te kijken achter je tablet, computer, iPhone of weet ik veel, kijk je op je PlayStation of zo? Dat kan smartwatch. Ook. Smartwatch. Vergeet dan niet op. Abonneren te klikken bij Tim. Hij maakt veel leuke content, dus doe. Kijk ook volgende week weer naar een nieuwe aflevering met een andere molloot. Laters!